Naar de camping in Zuid-Frankrijk, snorkelen in Griekenland of naar Max Verstappen in Oostenrijk. Voor bijna alle buitenlandreizen moet je kunnen aantonen dat je geen corona hebt. En dat kan onder andere met een coronatest die je gratis bij de GGD kunt laten doen. Er waait een zomerse wind door de coronateststraat, hier in Eindhoven. Mensen hebben weer zin om op vakantie te gaan. Naar Griekenland, naar Rodos. Zuid-Frankrijk ga ik heen. Oostenrijk naar de Formule 1. Heb je al lang naar uitgekeken? Ja, 2 jaar, hè? Ja, daar ben ik al aan toe ondertussen. Kijk je het meeste naar uit? Zon, want het valt hier een beetje tegen. Cocktails, want die smaken in het buitenland toch altijd beter. En gewoon weer in het vliegtuig stappen, dat is toch wel heel fijn. Tja, even een testje doen en dan kunnen we weer doorgaan als het goed is. Even een testje doen kon voor ons nog best in de papieren lopen. Daar kon je rustig een kleine 100 euro voor neertellen. Maar de overheid besloot om dit voor de vakantievierders in juli en augustus te gaan betalen. En de GGD gaat dit testen samen met commerciële aanbieders doen. Dus landelijk gaan we er zeker 35.000 testen. En dan neemt Brabant Zuidoost daar ook een deel van. En zo nemen alle GGD'en daar een deel van af. En wij kijken per dag wat we daarvoor nodig hebben en zetten we lijnen open. Een afspraak maken kan alleen met een DigiD en door te bellen naar een speciaal nummer. 0800 5005. En meteen op de eerste dag deden al heel veel mensen dat. Ik heb 25 keer moeten bellen. En online werkt het ook niet, dus dat was wel een beetje rommelig, maar uiteindelijk toch gelukt. En dat is natuurlijk het belangrijkste, want we zullen en we moeten op vakantie, wat we er ook van moeten doen. Wat is het waard? Nou, dit niet. Verdomme zeg.